kunnen praten tot we in ons wegen, maar er komt gewoon een nieuwe lockdown aan. We gaan een hele sombere winter tegemoet. Nou, dat is niet wat je wil natuurlijk. Maar wat je denkt. Maar wat je wel wil is natuurlijk dat er eigenlijk een kabinet zit, een missionair kabinet, dat gewoon stevige maatregelen neemt en dat ook politieke partijen ervoor gaan staan voor die maatregelen. En wat je natuurlijk ziet is dat we al bijna een jaar met een kabinet zitten wat geval is, wat demissionair is. Wat ook door het zigzagbeleid. En je kunt het soms ook gewoon niet verwijten, want het is voor de eerste keer dat we er met z'n allen in zitten. Maar desalniettemin zie je dat door wat er het afgelopen jaar is gebeurd, dat er heel veel zuurstof is gegeven aan antivaxxers, aan groepjes, nou ook aan mensen die geweld plegen. Dus jij zegt door het machtsvacuum, groot woord, maar omdat er een demissionair kabinet zit, daardoor... Nou, dat is niet direct zo, maar 17 maart hebben we de kans gehad om te stemmen. We hadden 18 maart hadden we ook een nationaal kabinet kunnen formeren, of een crisiskabinet voor een korte tijd, die ook eens een status heeft om maatregelen ook door te voeren. Wat je nu ziet is met ministers die of vermoeid zijn of de houdbaarheidsdatum is verlopen, dat de uitvoering steeds moeilijker wordt en dat er verzet is en dat mensen spreken over een tweedeling. Nou, in mijn ogen is er geen tweedeling, want er is 86% is gevaccineerd, de andere niet, hè, dus het is niet 50-50. Het is een verkeerd woord, maar het is een frame. Het is een frame wat is gelegd door antivaxxers en het is onterecht. Maar zou dat dan betekenen dat jij zegt bijvoorbeeld 2G, waar we veel over gesproken hebben de laatste tijd, dat dat gewoon doorgevoerd zou kunnen worden en dat je dat als een kabinet dat zou doen? Dat het ook in de samenleving zou landen, denk je? Nou, op dit moment zien we natuurlijk dat de partij van meneer Grapperhaus, het CDA, de Kamerfractie, twijfelt. Mm-hmm. Je ziet dat de Segers van ChristenUnie ervoor wegloopt. Dan is nog maar de vraag of er een meerderheid is voor het wetsvoorstel. Met andere woorden, dat kan straks worden uitgelegd als een overwinning voor de antivaxxers. Dus de vraag is even of je dat dus gaat redden. En mensen denken ook zo klein, hè? Ik bedoel, 2G natuurlijk wil je het allemaal liever niet. Maar we zijn ook geen eiland in Europa. Dus stel dat wij zeggen, we gaan het niet doen. Dan zijn de landen om ons heen die het allemaal wel doen. Hoezo dan, snap je? Mm-hmm. Je bent jezelf aan het isoleren als hele kleine groep. En niet omdat de overheid zegt dat je moet isoleren. Dus ook de gevechten van ChristenUnie en van het CDA zijn eigenlijk achterhoede gevechten. Want het komt toch. België zal het doen, Duitsland zal het doen. Je kunt geen je kant bedoelt, op. 2G is 2G zijn allerlei verschillende maatregelen. Komt eraan, dat is wat het is. Je zal jou bijna deze 60 gaan stemmen, want Pater Notte heeft gelijk. Pater Notte heeft gelijk. Het is een maatregel om ongevaccineerd te beschermen. Punt uit. Ja. En als je laat vaccineren en ook andere mensen laten boosteren en uiteindelijk komt er ook een coronapil, zo gaan we uiteindelijk uit die crisis komen. Ja. Maar je moet wel het heel duidelijk uitleggen. Ja. En nu zie je toch weer twee coalitiepartijen. Twee van de vier, ook trouwens de nieuwe coalitie bestaat uit dezelfde partijen, toch twijfel en zuurstof. En ik denk dat de gewone...